Nu ja, dan de ceremonie protocolair nog. Als u nu denkt dat ze nagelbijtend zitten te wachten op het verdikt en sterven van de zenuwen. Nee, ze weten het al 3 dagen natuurlijk. Pure menslievendheid van behouden begeerte. En 3 dagen lang hebben ze het gekoesterd als een militair geheim. Er is niet langer een publieksprijs voor het beste gedicht, zei ik al, maar de jury stond erop. Juries kunnen eigenzinnig en eigenwijs zijn. De jury stond erop toch zelf haar voorkeur kenbaar te maken voor 1 specifiek gedicht. Dat is het gedicht van Nachum Weinberg geworden, het laatste gedicht wat hij gelezen heeft. En dat, als het goed is, ik ga nu kijken, als het goed is, nu op het achterdoek wordt geprojecteerd. En waarvan Behouden Begeerte ook een aantal kleine posters heeft laten maken in een vormgeving van Gert Doreman. U krijgt, neem ik aan, zo'n poster mee naar huis. Als dat niet zo zou zijn, dan kunt u hem downloaden van het internet. Blijft de vraag van €7.500, kun je in dit geval wel zeggen. Welke bundel vond de jury de beste van 2017? En welke dichter mag straks de Herman de Koningprijs 2018 met daaraan verbonden dus een zak geld, een oorkonde en een zak geld, in die volgorde, ja. Wie mag die mee naar huis nemen? Ik vraag nu de voorzitter van de jury, Jeroen Dera, de laureaat bekend te maken, waarna de prijswinnaar van vorig jaar, Peter Verhelst, hem of haar, we houden de spanningen natuurlijk tot het laatste moment in, hem of haar de prijs zal overhandigen en waarna hij of zij een dankwoord zal uitspreken. Zo zal het ongeveer gaan, hoop ik. Goedenavond. Het is een fel licht. Al 2 keer hoorde u vanavond deze regels van Herman de Koning. Dichten is ontevredener zijn dan anderen. Bijvoorbeeld over goede regels. Zodat je alleen hele goede overhoudt. En op den duur ook die niet. Het moment is aangebroken om dat op den duur ook nu niet te realiseren. Aan mij kortom de eer om de winnaar van de Herman de Koningprijs bekend te maken. Maar alvorens ik dat doe, zijn er, naar goed jurygebruik, enkele algemene opmerkingen op hun plaats. Want gemakkelijk had de jury het dit jaar zeker niet. Wij hebben stevig gediscussieerd over elk van de inzendingen en elk van de nominaties. Waarbij steeds eenzelfde spanningsveld terugkwam. Dat tussen afstandelijkheid en emotionaliteit. Goede poëzie analyseert een probleem, diept een thematiek uit, zoekt de grenzen en de spanningen van de taal op, maar verliest daarbij nooit de lezer uit het oog, die door al dat taalspel op wat voor manier dan ook geraakt moet worden. Tijdens onze juryberaden bleek elke keer dat de bundels die zich ten positieve onderscheiden, de jury als collectief wist te treffen. Maar daarmee is natuurlijk nog niets gezegd over al die individuele smaakprofielen van al die individuele, in dit geval 5 juryleden. Zo vroeg een van ons zich af, is sublimerende poëzie soms niet te verheven? En als poëzie een uitmuntende balans heeft, loopt ze dan niet het risico om al te ingetogen te worden? Nog zo'n probleem. Waar ligt eigenlijk de grens tussen vitalisme en overspannenheid? En wanneer slaan we een taaltheater zo ademloos gade dat we er haast door uitgesloten worden? Of omgekeerd. Wanneer gaat meegesleept worden in herkenbaarheid over in sleur en simpelheid? En tot slot, hoe onvermoeibaar mag poëzie zijn zonder de lezer vermoeid te maken? Boven alles laten zulke discussiepunten zien dat zoiets als de poëzielezer niet bestaat en ook niet de professionele poëzielezer. Ook al bedienen wij ons en ook nu weer herhaaldelijk van dat soort termen. Volgens ons is de poëzie gebaat bij discussie en debat. Want taal die zich niet laat kooien moet niet worden geketend in literair-kritische eenheidsworst. Maar wie bekroon je dan als het raken van de lezer een criterium is en je constateert dat die lezer niet bestaat? Wie schrijft in dat geval de hele goede regels die overblijven na het schiften?
Uiteindelijk heeft de jury gekozen voor de bundel die er het beste in slaagt om zowel abstract en vervreemdend te sublimeren als te appelleren aan herkenbaarheid en emotionele identificatie. Er zijn weinig dichters in ons taalgebied die erin slagen om hun zeer uiteenlopende lezers te raken en aan het denken te zetten. Maar iemand die dat kan, is Esther Naomi Perquin. De Herman de Koningprijs gaat dit jaar naar haar bundel, Meervoudig afwezig. Ik bloos ervan. Ik maakte een denkfout deze week. Ik wilde iets zeggen over 22 mei 1997. Ik was toen 17, ik woonde in Zeeland en ik dacht, ik moet dus even de krant van die dag erbij pakken, de PZC, de Provinciaal Zeeuwse Courant. 17 was ik dus, ik had toen net de poëzie ontdekt, het was nog voordat ik Hugo Claus hoorde. En ik meende tenminste dat ik de poëzie had ontdekt. Het zou nog een hele tijd duren voordat ik me realiseerde dat de poëzie er al die tijd eigenlijk al was geweest. 22 mei 1997, de voorpagina van de Provinciaal Zeeuwse Courant. Vergunningwet Westerschelde aanvaard. Dat was de kop. Men heeft eindelijk besloten, ik citeer, men heeft eindelijk besloten goed nabuurschap zwaarder te laten wegen dan de eigen bezwaren van bestuursrechtelijke aard. Kun je toch merken dat wij een heel voorkomend volkje zijn. Gaat hartstikke lekker met de Westerschelde inmiddels. In mijn dagboek op 22 mei las ik iets wat eigenlijk passender was. Er staat dit. Vandaag heb ik een conservatorium gezien. Dat was een zooitje in plaats van de artistieke luxe die ik had verwacht. Samen met A kwam ik vast te zitten in een lift. Hij raakte in paniek. Ik hou van mensen die traag zijn op zulke momenten. Eerst denken, hé, wat interessant, en dan pas als het echt moet een deur openbeuken. Ik hou meer van poëzie dan van de krant. Soms vrees ik voor mijn wereldbeeld. Op 23 mei 1997 maakte de PZC melding van het overlijden van Herman de Koning. Het nieuws reisde uiteraard trager in die tijd. Dat was mijn denkfout. Ik moet het hebben gelezen destijds, als ik de krant las, en hebben gedacht dat 53 een fatsoenlijke leeftijd was. Dat kwam omdat mijn vader stierf toen hij 34 was. Dat ging een beetje de norm voor me. En bovendien was ik 17, dus iemand die 30 was, vond ik al een bejaarde, een grijzaard, een vastgelopen apparaat. Als je 30 was, dan was je leven toch bijna voorbij, dacht ik. De poëzie is er altijd al geweest. En toen ik verliefd werd, verlaten werd en moest verlaten, toen ik verloor, vrienden begroef, kinderen kreeg, toen alles kapot viel, toen alles lichter werd. Net een heus gezin, denk ik vaak. Steeds vaker. En als ik mezelf moet corrigeren, nostalgie is een lelijk woord voor trouw. Ik wil de jury zeer hartelijk danken. En de organisatie, en vooral Luc Korenfiets, omdat hij anders heel boos wordt. Ik wil ook mijn onmisbare, geweldige redacteur Menno Hartman bedanken. En de grote afwezigen die nooit echt verdwijnen. Mijn vader, zowel de aardse als de hemelse, die kwamen zich ongevraagd vaak met mijn werk bemoeien. En vanavond is ook afwezig wegens een congres in het buitenland, notabene, mijn allerliefste. En hem wil ik ook bedanken. Al is het maar omdat hij niet alleen mijn gedichten leest, maar ook de gedichten van Knibbe, Baars, Oosterhof, Langelaar, Wijnberg, Verhelst, Van Houwaard, Van Hee, Bogaert, Tritsmans, Lasters, Van Vlierbergen en Moors, om er maar een paar te noemen. Ik hoop dat wij een leven lang samen zullen vrezen voor ons wereldbeeld. Dank u wel.
het einde van deze ceremonie. Dichters begeven zich nu pijlsnel naar beneden, mag ik hopen, waar ze aan de boekenstand van Behouten Begeerte hun bundels zullen signeren. Daar kan zich ook mevrouw Lucille Hemelaars melden. Er waren een aantal mensen die juist gegokt hadden op de laureaat. De schuldige kinderhand van Luc Korevits heeft daar mevrouw Hemelaars uitgekozen. Ik dank u allen zeer. Hoop u beneden toch nog even te spreken. Tot ziens.